jammer, maar ook gewoon een realiteit vandaag. We beginnen deze week met triest nieuws, want Sharon is er niet. Heeft gisteren, ik denk dat het al de tweede keer of de derde keer dit jaar? Ja, 2018 is echt geen goed jaar voor hem. Een botsing gehad met zijn auto. Ja nee, dat is een ravage. Hopelijk zien we Sharon morgen. Zien we Sharon ooit nog terug? Dat is de eerste prangende vraag die zich opdringt in deze vlog. Tweede prangende vraag. Wie vervangt Fio als Fio afwezig is? Het antwoord door Rieke. Ik heb een nieuw meisje gevonden. Dat is Ulrike. Daar is als een engel uit de hemel, dat Ulrike. Hallo. Ze zijn nog met naartoe gekomen en je bent al bezig om er weg gaan. Jij blijft. Ulrike heeft echt geen attitude. Je moet ook met de dingen die je op straat hebt. Je moet daar ook een tv van verwachten. Nee. Je moet ermee doen wat je kunt doen. Aangezien Vio er niet is, heeft Christophe tal van rare cadeaus voor Ulrike meegebracht. Relax, mama. En voor het eerst, mama. En jullie eerste toetje. Kijk, je heeft al een moustache. Allee, Ulrike. Proficiat. Ja, bedankt. Jonas, Ulrike is zwanger. Allee, proficiat, kom. Drie kussen. Amai. Maar ik had al iets gezien, ze. Altijd gewoon te zeggen. Maar dus, dan. Jerre. Er zijn heel veel dingen die we al weten over Jerre. Jerre komt uit Gerardsbergen. Jerre houdt van de action. Jerre... Ik weet eigenlijk, voor de rest weet ik echt niet zoveel. Ik weet niet weinig over Jerre. Jerre! Kun jij nog een keer iets vertellen over jezelf? Iets wat ik nog niet wist? Mijn waterbed lekt. Je waterbed lekt? En hoe komt het? Met een vijzin of zo, denken we. Of een sleutel. Daar is een zakje is gevallen. Welk zakje, Jerre? Van wie? Het zakje van Sarah, haar jeansbroek. Oké. Heel passioneel. Wat Oké, we weten voldoende over Jerre. Maar wat ook belangrijk is om te weten, is dat jij heel veel belang hecht aan uw auto. Is een soort van verlenging van zijn sowieso echt al enorme fallus. Daarom was het niet alleen een ramp. Aan begin deze week zijn de Mercedes totaal in de prakjes gereden. Nog erger was de vervangwagen. Jerre is daar met zijn vervangwagen. Het is niet zijn stijl, hè? Het kleinste Renaultje dat er is. Kom hier. Goedemorgen. Oh, nee, Jerre. Nee. Het jaar is niet lief voor jou, hè? En hoe oud was uw auto? Ja, toch 2 maanden al. En ik had gaat ook laten weten dat er in de auto die nu kapot gereden is, dat daar ook iets in zat voor ons. Oh, ik heb het mee. Ja. Om over apero te beginnen als uw auto net... Geen fruit gereden. Oh. Maar dat leek mij nog handig voor vrijdag. Oh, de Palm Tree Drink Cooler. Dit is echt fantastisch. Luc gaat dus balletjes brengen. De Russian Roulette, ken je dat? Het is een nieuw gadget in het kader van het WK. Het is een schaaltje. Hier is het, hè. Mm. En in het schaaltje liggen er 12 bouletten. 10 bouletten met kaas. En 2 super spicy. En dan speel je het spel. En ik neem een boulet, jij neemt een boulet. En dan vuur spuwen. Ja, ah, Russian boulet, Russian roulette. Hij was er niet gevallen, ze. Oké, super. Christophe begreep eindelijk het boulettenspel. Net op tijd. Want de volgende morgen had luisteraar Luc onze Studio Brussel frigo volgestoken met de Russian... Boulette! Er is gisteren iets geleverd. Ter attentie van Linde Merkpoel. Dat vind ik zalig, hè. Bouletten die geleverd worden ter attentie van Linde Merkpoel. Zalig. Oh my god. Amai, dat is de eerste keer dat ik gesponsord ben. Ik heb dat gratis gekregen. Kan ik dit wel? Het zijn bouletten. Ja. Ik heb een nieuwe blouse en ik heb nog niks gezegd. Het is zo Ja? Noord-du-France. Ah, je wilt met mij naar de zee, dat wilde je zeggen. Van hey, schat, gaan we eens naar Wissant van het weekend. En dan zei jij, oma, wat moet ik dan aandoen? En dan zei ik, ah wel, anders is gewoon blouseje met die rode strepen. Ik kom hier dan lijkt alvast op een handdoek. Het is ook zalig om modetips te krijgen van iemand die denkt dat jeans en jeans 2 verschillende kleuren zijn. Bram leert mij dan weer andere dingen. Onder andere over de radio. Kijk, nu zie je ook eens hoe dat gaat. Maar dus ik sta hier, achter de microfoon. Achter mij zit Bram in het zeteltje. En af en toe roept hij een paar dingen die ik moet doen. Wat moet ik doen? Nu? Nu moet je zeggen, Milo Meskis. Ja? Wat een talent. Over talent gesproken. Amai, heb je Violet Goemans al eens gehoord. Over talent gesproken, oké. Goed. Ik ga het doen, hè, Bram. Milo Meskes, wat een talent. En over talent gesproken. Dag Violet. 6 kilometer file, D40 van Brussel naar Gent. En dan is het nu tijd voor Russian... Boulette! Oh, goed! Al
Het spel is... Dat stinkt. Dat meurt. Ja. Oh. Maar ja, een echt goede bullet hoort te meuren. Je pakt er elk om de beurt één. Ja. Degene die de pikanten heeft en je kunt het zien, die is verloren. Klaar? Gewone. Is dat mij? Heerlijk, hè? Mm-hmm. Mm. Je hebt er een! Het is heel pikant. Het is echt verschrikkelijk. Het prikt. Maar ça va. Pittige nasmaak. Ik dacht even om ze nog te gaan verdelen op de redactie, maar... Voor ons. Balken. Maar wel verdiend. Zo, vlogdudes. Hopelijk zijn jullie even enthousiast over de vlog als ik. Ik ga nu een weekje naar Barcelona in de zon gaan zitten. Maar geen zorgen, er komt volgende week opnieuw een vlog. Want Stijn van de Voorde heeft zich raar genoeg totaal vrijwillig kandidaat gesteld om een vlog te maken samen met zijn beste dikke vriend Otto-Jan Ham. Dat wordt super. Hey, Stijn. Hallo. Ik was misschien mis. Ik had dat misschien verkeerd gepercipieerd, maar ik had het gevoel de afgelopen maanden dat jij vloggen eigenlijk niet zo... Dat jij niet echt mee waart of dat dat zo je ding niet was. Dus ik was wat verrast om te horen dat jij dus volgende week gaat vloggen samen met Otto-Jan. Ik had eigenlijk tegen Otto-Jan gezegd, dat marcheer wel. En hij zei, ik moet hier gewoon met de camera de hele tijd roepen in de gang en... Bij van alles, als je iets ziet, van, ah, er is een naakte, dan moet je dat filmen. En hij zei, waarom zou ik dat nu doen? Zo kunnen niet gewoon maar rustig zijn op de redactie. En als die mens op zijn terras wil zitten, in zijn eigen huis, in zijn onderbroek, dan doet hij toch niemand iets verkeerd. Nee, dan moeten we er toch moeten roepen en moeten die filmen en moeten ermee lachen. En hij zei, ja, voor mij is dat wat kwetsen, hun humor. Mogen we er ook iets anders mee doen? En ik zei, ja, ik denk dat wel. Ik weet dat niet, ja. Mag dat eigenlijk met een vlog? Mag dat ook gewoon wat rustig en... Dat het echt over iets gaat, is dat oké? Of is dat niet mijn vlogs? Iedereen doet dat gelijk wat hij wilt. Ah ja. Ah ja, maar dan is het wel goed. Van Tijmen uit Genk. Lieve Linde en Karel. Tijmen, mijn vriend en ik zijn super grote fan van jouw blog. Jouw blog, jou zonder W. Beste. A, het is een vlog. Jade. En B, het is een aanwijzend voornaamwoord, dus er moet een W achter. Jouw vlog. Kalf. Speciaal voor jou, deze keer wel juist geschreven, ja. Hebben we magneten in Noorwegen en Finland gekocht. Hopelijk vind je ze mooi. Oh, wat een schattig bootje. Er staat een visser op. Dat is leuk. Die vind ik heel goed. Het is echt van Henk Rijkaard. Dag Karel, liefste Linde. Jullie raden nooit waar ik ben geweest. Jawel, Henk. Ik raad het wel, want je hebt er een magneet gekocht. Het was in Lissabon. Van Sander uit Brugge. In Chili. Of shit. Mega artisanaal. Granola? Granada. Groetjes Annelies van de Bende. Schoeisel hadden we nog niet, dus bedankt. De broer van Karel zit op Erasmus te poepen. En tussendoor koopt hij af en toe ook eens een magneet. Eerst en vooral is er uit Praag een nieuwe tettenmagneet. Uit Bratislava. Pittig, potig, lelijk. Oh, amai. Bedankt Lucas de Korte en nog veel plezier op Erasmus. Keep on pooping. En als je een baby krijgt, mag Karel dan Peter worden? Kei tof.